Ja, vroeger, een paar zomers geleden, hebben we de warme babbels bedacht. En dat is uitgegroeid natuurlijk naar een andere, wat meer losstaande rubriek van het zomerprogramma van ons. Dat is gewoon warme babbels geworden. Maar nu hebben we weer een zomerprogramma en daarin babbelen we toch echt wel warm. Is er nu een heel vet, wel game gerelateerd onderwerp, maar toch ook een klein beetje anders. Namelijk, ja, hoe noem je dat eigenlijk zelf? Ja, ik noem het een collector van game vinyl. Ja, ja, dat is in principe wel wat het is. Gewoon videogame vinyl, zo wordt het online genoemd. Zo worden alle afkortingen, zeg maar, gedaan. Dus ja, videogame vinyl. Ja. Vet. Heb je ook, even eerst om dan te begrijpen, heb je ook andere vinyl? Ja, ook wel. Maar dat is wel hierdoor gekomen. Als in, pas hierdoor ben ik in gaan zien van, oh fuck, het is meer dan alleen een plastic schijfje die heel onhandig is. Het is meer dan dat, zeg maar. Wat is het dan? Nou ja, voor jou? Allereerst is het in videogame vorm vaak een herinneringen ding. Soms bijvoorbeeld een Dark Souls, daar ben je makkelijk 60 uur mee bezig. Maar luister je de soundtrack, ben je misschien na 2 uur klaar. En toch haalt het al die herinneringen weer op. Dat vind ik er heel erg cool aan. Ik vind het sowieso vet om fysieke dingen met art erop te hebben van games. Ik heb ooit al eens artbooks meegenomen. Ja. Kwam ook daardoor. Gewoon, joh, hoe is iets tot stand gekomen? Hoe zag iets eruit? Hoe denken de artiesten die met de game bezig zijn geweest over de game? En soms zitten er nog wat unieke dingetjes bij. Dat zal ik zo meteen ook laten zien. En daar is dat eigenlijk een beetje uit voortgekomen. Ja, het is een soort van hele ook. Het is bijna een soort van functionele. Het is niet de collector's edition, hè, maar die staat bestaat vaak een tin can, wat sommige mensen natuurlijk sparen. Meestal een niet al te duur geproduceerde figurine, weet je, dat soort dingen. En dan heb ik altijd, dat voelt voor mij altijd heel erg hit or miss. En dit is heel praktisch, want het is allemaal uniform, want het zijn allemaal 12 inches over het algemeen, ja, denk ik. En je kan er wat mee. Je kan het namelijk op je platenspeler leggen en wat dan ook. Dus het voelt als een soort van denigrerend te zeggen, maar de niet-custom versie van een collector's edition of zo. Mm-hmm. Ja, het is gewoon een collector's item. Het is een collector's item van een game. Van sommige dingen vind ik het überhaupt al vet om iets te hebben, wat het dan ook is. Precies. Daar heb ik dan bijvoorbeeld de kast voor waar deze ook onderdeel van zijn. Daar staan dan wat figurines in van games die ik vet vind. Deze passen daar inderdaad precies in dat plaatje. Nou, hier zie je dat bijvoorbeeld. Ja, het zijn natuurlijk ook postertjes, weet je? Ja, dat is het ook. Je hebt gewoon, zo'n cover is 30 centimeter bij 30 centimeter. Het is in principe gewoon ook een, ja, je kunt het displayen, een postertje. Het is iets fysieks van een game die je vet vindt. Ja. Want je zei het inderdaad al van, joh, een verzameling. Ik moet zeggen, ik vind een verzameling altijd lastig. Ik hou namelijk niet van verzamelen. Ik word er heel onrustig van. Ja, heb je dat? Je wil altijd meer? Ik zie vette, je wil één altijd meer, maar twee, je wil ook alles compleet hebben. Ja. En ik hou daar niet van. Zeker niet met iets niche als dit. Want er hoeft maar iets online te staan en een paar minuten later is het vaak al uitverkocht. Ja, En als je dan iets mist, dan is je collectie niet meer compleet. En dan, is je collectie niet compleet. En dat voelt gewoon niet fijn. Dat is gewoon OCD gerelateerd. Is dat gewoon helemaal niet relaxed. Ja, als je dat gaat dan over één game. Dat je de hele, over een game bijvoorbeeld, ja. Of over een set van games die je dan niet hebt. Bijvoorbeeld, je hebt wel God of War, maar bij Ragnarok was je te laat. Ja, kut. Dan heb je wel die van, maar heb je niet ook die andere. Dus ik word daar heel onrustig van. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Ik heb er helemaal geen zin in. Nee. Maar toch heb ik het hierin wel een soort van de optie gevonden om het wel te gaan doen, het verzamelen. Als in, omdat het dus inderdaad op zoveel fronten tof is. Ik gebruik het in de stream als intro. Voorheen speelde ik altijd gewoon copyrighted muziek die ik vet vond. Vaak was dat, iets van EDM-achtige dingen. Uncopyrighted eigenlijk dus. Nee, heel copyrighted. Copyrighted. Ja, gewoon dance muziek of wat dan ook. Gewoon daadwerkelijk van artiesten die copyrighted waren. Ja. Nou, het voordeel aan game soundtracks, word je geblokt, toch?
op een gegeven moment krijg je dan een waarschuwing. Ja. Zo van, yo, we muten je VOD. Ja. Ik heb gelukkig nooit een officiële waarschuwing gehad. Maar dat voelde ergens een beetje scummy. Dat ik dacht van, oké, ik moet hier iets mee. Ja. Het tweede was... Nou ja, vaak, hè, dat ziet er dan zo uit. Dan heb je dus het startscherm. Ja, het draait ook gewoon. Dan zie je daar dat ding inderdaad draaien. En de cover staat er dan bij. En nou goed, zo zie je dus uiteindelijk... Zo begin je je streams nu. Dit is, hoe dit is zeg maar de countdown van Brieven Maandag in mijn vorm, zeg maar. Dat is wat dit is. En dat is dan precies een soort van 22 minuten één kant. Nou ja, dat verschilt. Maar ik doe dan vaak één nummer en dan schuif ik de slider naar beneden en dan start ik de stream, zeg maar. Vet. Want anders ben je inderdaad, sommige kanten die kunnen makkelijk inderdaad 20 minuten aan audio hebben. En dan, dat vind ik dan weer net iets te lang, zeg maar. Zoveel ben ik ook weer niet waard. Dus één nummertje en dan soort van begint de stream. Heb je daar los een camera voor gepositioneerd daar? Ja, dat is best wel heel sneu, maar ja. Nee, het is vet. Dat is juist heel cool. Meer cameraproductie, dat is juist vet. Is zo. Alleen, ja, er staat dus gewoon dedicated een Sony ZV-1. Staat er gewoon op een LP gericht. Super debiel. Super, ik moet zeggen, dit was een soort van testshot destijds. Ik vind het niet eens heel mooi. Maar dit is wel hoe ik het gebruikt heb, zeg maar. Nu is het helemaal ingezoomd en de cover lijnt dan uit met de hoeken en zo. Nou goed, okay, het ziet er weer technisch wat mooier uit, maar zo leer je aldoende. Dus het is functioneel voor de stream. Ik vind het tof om naar te luisteren. Ik vind het tof om een collectors item van een game die ik vet vind te hebben. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen waardoor ik zoiets heb van ja, ik vind dit vet om te verzamelen. En ik vind het vet om 3 uur 's nachts klaar te zitten achter mijn PC om op kopen te klikken. Want anders is die uitverkocht bij wijze van. Vet. Ja, oké. Okay. Dus het gaat ook echt wel om de collectorism inderdaad ervan. Ergens wel ook, ja. Als je om 3 uur 's nachts staat zitten te F5'en. Dan staat er soms wel een alarmpje van, hey, wacht eventjes, die Hotline Miami pre-order, die gaat dan en dan live, zeg maar. Vet. Dat is wel een ding. Ja. Gelukkig niet vaak gebeurd, want heel veel zijn ook open pre-orders, zoals dat dan heet. Dan nemen ze zoveel pre-orders als dat... Ja, ze in een bepaalde tijd krijgen. Ja. Daarna gaat de stop erop. En dan is het zo van, joh, dan laten we ze maken. En dan krijg je ze ergens volgend jaar. Want al die pressing plants en zo, die zijn echt overbelast. Ja. Er zijn er niet veel meer. En degene die er zijn, worden echt misbruikt, heb ik het idee. Door de hoeveelheid vinyl die er gemaakt moet worden. Ja. Dus een pre-order kan makkelijk een jaar duren. Zoals in het geval dus bijvoorbeeld van Hotline Miami. Dat is dus bijvoorbeeld deze gigantische doos waar dan, ik geloof, iets van 6 LP's in zitten met ieder een A- en B-kant. Dus heb je uiteindelijk 12 kanten aan Hotline Miami 1 en 2 muziek. Ja, in een hele sick gedesigned doos. En ik zag ook dat er colored vinyl in zit, wat natuurlijk altijd een dikke pre is. Klopt, ik zal hem even openmaken. Om eigenlijk alle andere heb ik heel OCD, heb ik een hoesje zitten. Zo komen ze ook meestal wel, toch? Nou, niet dus, helaas. Oh. Ze zitten wel in een shrink wrap, dat wel. Maar ik wil ze luisteren, dus daar haal ik ze uit. Ja. Die zijn niet reusable, zeg maar. Oh, die. Ik heb echt... Ja, nee, fair enough. Nou, misschien dan vroeger, want menig van mijn vinyl zit inderdaad gewoon in zo'n sleeve. Ja, zou goed kunnen dat toen inderdaad wel zo was. Ik doe dit nu sinds, ik denk, een jaar of zo dat ik dit verzamel. En dit is dan UV-werend en een soort van dat het niet verkleurt. Nou, ja, vind je dat dan ook wel belangrijk? Ja, het moet wel pristine blijven. Ja, ergens. Dat heb ik niet. Ja, bij mij ligt het ook soort van op de grond, opgestapeld. Ja. Soort van echt als een. Ik vind dat wel vet, want dat is ergens ook praktischer. Dan pak je er sneller een. Kijk, ik moet dit uit de kast halen, uit het hoesje halen. Dan, nou, je zult het zo meteen zien. Dan pak je er dus zo'n cover uit. En dan zit daar ook nog weer. Daar zit pas het schijfje in. Ja. Dus dat zit er dan ook nog weer omheen. Wow, een custom fucking ding voor bovenop je platenspeler. Dit is heel lijp. Dat is dus inderdaad een ander deze ding. Deze gaat nu met je. Ja, precies. Zo, deze is incompleet, Kevin. Deze, nu is die incompleet. Hij is gewoon weg zometeen. Nou, je krijgt er dan inderdaad posters in de vorm van een albumcover. Krijg je erbij. Ja, dat vind ik ook al vet. Dus ook inderdaad 12-inch sized dingen. Waardoor, want het is bijna. Ik vind collectors editions van games vaak heel campy. En ja, ik vind vinyl niet campy. Nee. En het is inderdaad dus, het is een specialere versie van een soort collectors edition, vind ik. Want ze gaan er natuurlijk weer postertjes bij doen en dit en dat. Dus, daarom, en stickertjes en slipmats. Dit leg je dus. Ja. Tussen de platenspeler en de daadwerkelijke soort van plastic vinyl LP-schijf in.
Zijn allerlei theorieën over dat je wel Field moet gebruiken zoals deze. Sommige mensen zeggen je moet Kirk gebruiken, want dat is minder statisch. Of dus krijg je minder van die krakelingetjes die je vroeger bij je opa door de radio heen hoorde, zeg maar. Nee, dat is ook wel weer een beetje de charme. Dat van is ook wel weer de charme. Dus, hè, voor mij is het aesthetics. Ja, precies. Dat het wat het vet maakt. Het is gewoon vet. Als je dit inderdaad, als je je plaat eraf haalt, gewoon dit de onderkant is. Of oh, aesthetics. Aesthetics. Oh ja, ja, juist. Ik dacht dat je bedoelde de aesthetics. Nee. Ja, dat, ik kan me bijna niet voorstellen. Ja, het kan natuurlijk een beetje ontstatisch serend werken. Nou ja, sommige mensen vinden dat dus echt heel fijn. Dat je af en toe zo'n krakeltje en zo'n popje hoort en zo. Ja. En dat het echt een bewegend object is. Ik vind dat zelf ook wel charmant. Ja. Maar tegelijkertijd probeer ik wel, zeker voor de stream, bij een zo pristine klinkend ding terecht te komen. Dat zij niet om de 3 seconden een krakeltje of een poppeltje horen of zo. Dat denk grappig. Ik, ja. Maar goed, dan zit er dus in zo'n doos of in zo'n cover zit er dus nog weer een sleeve. Oh, dit is weer deze een deze zijn ook weer allemaal voorzien van eigen art, keer 6. Wat sick. Ja, dit is ook wel echt heel sick, hoor. En dan hierin zit dus nog weer een sleeve. Ja. Dat is de daadwerkelijke sleeve. Dit is eigenlijk inderdaad, weet ik voor de cover sleeve. En dat is de, weet ik veel, ja. En daar zit dus zo'n ding in. Met dus twee kanten. Aan twee kanten heb je dus muziek. Nou, de tracklist staat achterop en weet ik wat allemaal. Dus dat kun je allemaal terugvinden en terugzien. Maar dit leg je dus uiteindelijk op de platenspeler. En dit produceert dus in combinatie met de stylus die over de schijf heen gaat, produceert het geluid. Ja, dat is weer inderdaad een heel ander item waard. Hoe het überhaupt, want ik snap ergens hoe het werkt. Inderdaad een naald door een groef. Ja. Het geluid, ja, trilling en hoe dat werkt. Het is heel simpel eigenlijk, net wat je zegt. Er gaat een naald door een groef heen. Ja. De linkerkant van de naald, left channel. Rechterkant van de naald, right channel. Ja. Maar hoe een naald muziek naar je... Want je kan ook namelijk, als je niet een versterker erbij hebt, je houdt gewoon, dan hoor je heel zachtjes, soort van. Ja, je hoort kleinste dus muziekspelertje hoor je dan al spelen. Ja, klopt. Zonder dat er überhaupt een speaker op aangesloten is, hoor je inderdaad de groefjes, hoor je een muziekstuk of een soundtrack in dit geval produceren. Ja. Ja, hoe dat exact werkt, ben ik ook niet intelligent genoeg voor, maar... Nou, waarschijnlijk is het iets vrij simpels, hoor. Weet je, dus dat de naald gaat natuurlijk waarschijnlijk een bepaald soort van hobbelpatroontje af, waardoor je gewoon een geluid... Ja, of zo, of ja, ik heb ook geen idee. Nee, je ne sais quoi. Maar het is wel een manier van luisteren die ik echt heel tof ben gaan vinden. Als in... Het is super makkelijk om ook deze soundtrack op Spotify te luisteren. Ik bedoel, of op Apple Music of op YouTube of whatever. Dat is echt niet ingewikkeld. Dat is zelfs nog makkelijker, want je hoeft niet eerst 10 dozen open te maken. Ja. En dan uiteindelijk dat ding ook nog op een ding leggen. En dan doe ik vaak ook nog, maak ik hem schoon met zo'n, met zo'n velvet brush. Wat lijp. En dan eens in de zoveel tijd you pak je dit ding. Stephen Saunders, you. Ja, echt hoor. Vol Stephen Saunders. Maak je de stylus nog even schoon en dan, nou goed, het gaat heel ver allemaal. Ik doe dat ook, zo. Oh ja, nee, fuck dat. Nee, als ik dat doe, dan krijg ik echt niet, dan word ik langzaamaan gek, denk ik. Ja. En dan kun je dus pas beginnen met luisteren. En is dat onhandig en heel kut? Ja. Levert dat een soort van geforceerde manier van aandachtig hiermee bezig zijn op? Ja. Ja. Je moet dit met volle aandacht doen. Want je kunt niet binnen 3 minuten een plaat... Tenminste, zoals ik het heb staan, kan ik niet binnen 3 minuten een plaat op hebben staan op de manier zoals ik het zou willen, zeg maar. Ik moet echt daadwerkelijk alles netjes terugdoen en overal hoesjes omheen en even schoonmaken. En dan weet ik veel, even bidden dat hij goed afspeelt, weet ik veel. En pas dan mag hij aan. Vet. Dus vandaar ook de vraag die je had. Heb je ook daadwerkelijk buiten game soundtracks andere muziek? Dat heb ik ook. Ja. Daarvoor heb ik wel dezelfde regel als voor de videogame vinyl. Ik moet het echt vet vinden en ik moet ieder nummer van het album echt tyfus lijp vinden. Anders dan hoef ik het niet. Nee. Maar ga je hier en daar een uitzondering. Maar. Ga je dan ook, want ik heb ook een platenspeler en ik luister dat. Nou, ik luister het misschien 2 keer zo vaak als dat ik een boek lees in een jaar. Mm-hmm. En ik lees alleen op vakantie. Ja, juist. En ik ga niet zo vaak op vakantie. Dus met kerst en in de vakantie zet je af en toe een keer een plaat. Nou, ik zet een keer af en toe... Als ik wil
Ik doe het als ik wil chillen. Mm-hmm. En ik heb, weet je, podcasten doe ik niet. Maar ik zet dan vaak als ik, weet ik veel, Spotify gebruik ik als ik aan het werk ben. Of weet je, gewoon afwassen ben en dat soort shit. Maar soms heb ik zoiets van, net zoals dat je wel een zin hebt om een boek, weet je, op de bank te gaan zitten met een boek. Nou, soms dan luister ik wel eens. Dan ga ik gewoon op de bank liggen en naar het plafond kijken en een plaat luisteren van 40 minuten of zo. Dus dat is de manier hoe ik het inderdaad ook gebruik. Want al die andere dingen zijn veel te makkelijk om links te laten liggen. Bijvoorbeeld een Spotify of een Apple Music of whatever. Dat is gewoon zo makkelijk. Kijk, één ding bijvoorbeeld bij een platenspeler, wat over het algemeen de meesten niet kunnen, is next track. Nee. Je wordt geforceerd om dit hele ding te luisteren. Ja. En dan kom je uiteindelijk bij de laatste uit. En dat is dan toevallig je favoriete nummer van kant A, ik noem maar iets. Ja, ja, shit out of luck. Dan moet je dus eerst 20 minuten stront luisteren en dan 5 minuten vette shit. Je kan ook je naald in deze pauze leggen. Dat is het ding. Je ziet wel duidelijk pauzestrepen. Ik weet niet in hoeverre dat echt goed op camera naar voren komt. Maar een beetje draait, zie je dat denk ik wel. Ja, je ziet echt die blauwe strepen er doorheen misschien wel. En dat zijn inderdaad de next track strepen, de pauze strepen, hoe dan ook. Ja, moet je zelf zo... Boep, moet je heel precies zo'n kutnaaldje erop zetten? Ja, dat is niet aan mij besteed. Maar ik ben heel pietje precies, maar weet je, dan neem ik wel voor lief dat ik misschien een paar minuten iets anders hoor. Ja. Juist ook omdat ik dus niet op die manier ermee bezig wil zijn. Ik wil echt volle aandacht ermee bezig gaan en mee bezig zijn. En dat is ook het hele idee ervan. Ja. Dat je dus een heel album luistert in plaats van ADHD, TikTok-generatie, next, totdat je eindelijk 20 seconden. Daarom, 20 seconden een nummer. Ja, ik ben nou weer zat, next. Dat heeft ergens een charme dat kan. Ik vind het juist charmanter dat het niet kan. Precies. Nou, ik vind het ergens wel fijn dat ik gewoon at all times precies kan luisteren wat ik wil. Ja, Spotify, maar ik ging nu eventjes naar de overtreffende trap, want Spotify is als het goed is nog steeds, ik luister vaak nog steeds albums op Spotify en niet per se mijn eigen playlist. Of weet je, je zet dan echt een album aan? Ja, ik zet heel vaak gewoon albums aan, omdat ik gewoon, vaak wil de artiest ook daarmee een verhaaltje vertellen of weet je, een flow erin. Precies, of wat dan ook. Dus ik zet meestal een album aan van een band, maar stel je zou dat niet doen, je zou playlists en wat dan ook doen, dan alsnog ben je 2 minuten 20 ergens bij een track en niet 10 seconden, ploep. Vloep, 3 seconden. Tuurlijk. Die shit bedoel. Ja. Dat is nog veel. Dat is echt nog een keer de overtreffende trap één nummertje op Spotify luisteren. Dus. Klopt. Dus dat, dat voorkom je hier eigenlijk mee. Je wordt geforceerd om te luisteren. En ik vind dat er heel erg tof aan. Dat je dus inderdaad niet snel door kan. Dus dat zijn allemaal voordelen waardoor ik uiteindelijk zoiets had van, joh, buiten de art vind ik ook de muziek en de sound effects, maar belangrijker nog, de muziek vind ik echt heel tof in games. Daar is dus een hele soort van cult following omheen, zou ik willen zeggen, die dit dus verzamelt. Het is dus ook best wel schaars over het algemeen. Het is daar ook best wel duur. Bijvoorbeeld zo'n Hotline Miami collectie, die kost al gauw €200 tot €250. Er is nog een soort gelijke die ook in zo'n doos komt van Elden Ring. Daar zijn er bijvoorbeeld maar 7000 van gemaakt. Die heb ik bewust niet meegenomen, want als daar iets mee zou gebeuren in de auto hier naartoe of zo, dat zou ik super zonde vinden. Dat wilde ik gewoon niet meenemen. En daar is een heel goed filmpje van die demonstreert wat dat is. Grappig, want het is wel namelijk, ik zie het altijd heel erg als, sommige mensen is het echt collector stuff, maar ik zie het als een gebruiksvoorwerp. Dus ja, snap ik wel. Het is in principe ook een gebruiksvoorwerp. Ik neem er genoegen mee dat als ik dit ding 1000 keer afspeel, dat hij naar de kloot is bij wijze van. Of 2000 of 500, weet ik veel, hoe je er ook mee omgaat. Het gaat een keer gaan die cracks in, zeg maar, het plastic. Ja, te ver of wat dan ook. Of ze klinken niet meer zuiver of weet ik veel, weet je. Dat peepjes, daar neem ik ook genoegen mee. Maar ik vind het wel heel fijn dat het omhullende doosje en het hoesje zonder deukjes is en zonder, weet ik veel, scheuren en krassen en weet ik veel. Ik ben dan inderdaad wel, jij noemde het net full Steven Sanders. Dat is wel hoe ik hiermee omga. Ik heb nog net niet witte handschoentjes aan voordat ik dit ding opentrek, zeg maar. Precies. Dat, de andere vinyl uit deze box set dezelfde kleur? Of zijn hebben wel kleur? Allemaal dezelfde kleur. Okay, ja. Je hebt inderdaad ook heel veel collecties die dat niet hebben. Die van 699, waarom precies 6000? Geen idee. Oké. Geen idee, maar er zit ook een certificaat ook, bij. Jezus, oh, die bovenste. Die is heel hard. Maar dat is natuurlijk ook een ding. Ik heb inderdaad ook best wel wat vette splatter vinyl staan. Maar inderdaad, sommige kleuren hiervan. Ook vroeger waren er, was de demand anders, was de scene anders, wat dan ook. Dus dat waren gewoon, dat waren deze kleuren. Weet je, de zwart en bold, weet je dat. Maar daar zie ik gewoon een soort van
pastel aardtonen door elkaar die ik echt nog nooit van mijn leven op vinyl heb gezien. Ja, jezus joh. Afhankelijk van welke palettes ze erin gooien, zeg maar, krijg je bepaalde effecten en kleuren en dingen. En... Zo'n onderste heb ik wel. Ik heb ook een ijsachtige vibe inderdaad. Maar die bovenste... Ze kunnen ook doorzichtig zijn of het kan van alles. Ja, het is vinyl. Ja, het is gewoon een plastic met dingen erin. Ja. Ja. Ja, heb je wel eens gezien hoe dat werkt? Dat is echt, echt heel vet inderdaad. Ja, je hebt gewoon een stuk, letterlijk een soort van pasta, hele dikke. Ja, het is net kneedbaar, een puk, zeg maar. Een puk die net aan kneedbaar is. Ja. En dan hebben ze gewoon, het ligt natuurlijk aan welke techniek, maar voor bijvoorbeeld splatter, wat ik heel cool vind, heb je gewoon hele kleine, noem je dat gewoon, kiezeltjes, maar dan van vinyl. En dat druk je er dan zo in en dan plakt hij het plat en dan ziet het er zo uit. Ja, alles wordt... custom. Je kan het bijna niet designen zoals je het wilt. Nee, klopt. Er is niemand die exact deze lijntjes heeft of exact die swirls zoals op die afbeelding die je net zag. Tenzij, het wijkt altijd af. Het staat er ook altijd op. Je hier misschien ook wel een picture disc tussen hebt zitten. Dat is jammer. Die heb ik niet meegenomen. Maar je hebt inderdaad ook wel eens afbeeldingen op een erop gedrukt. Ja. Er zijn heel veel voorstanders van, heel veel tegenstanders. Ja, ik kan me voorstellen dat is minder vinylig. Want ik denk dat er een heel dun filmpje tussen twee vinylpucks in zit dan. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Die uiteindelijk inderdaad of de zoiets. Afbeelding maken. Ja. De Ni No Kuni 2 Collector's Edition had dat bijvoorbeeld. Daar zat een LP bij. De Bioshock 2 Collector's Edition ook. En die van Ni No Kuni heeft dat daadwerkelijk. Dan zie je de main character aan de ene kant en het kasteel op de andere kant. Is heel tof. Maar met het ronddraaien wordt het toch distorted. En sommige puristen, ik ben dat zelf niet per se, maar sommige puristen die zeggen dat het de audiokwaliteit dat denk ik negatief ook. Dat beïnvloedt. Dat kan ik me wel voorstellen. En... Maar aan de andere kant, een splatter is ook niet per se, er zit niet een perk aan, behalve dat het gewoon mooi is. Dus daarom is de overtreffende trap daarvan is die picture disc waarop je dus weer drukwerk op je vinylplaat kan zetten. Ja, nou, goed etsen, voorbeeld daarvan. Dat heb je ook nog. Oh, dat zou best kunnen. Dat heb ik nog vaak niet de andere gezien. Kant. Dus dat die één kant is er dan wel gewoon. Want je kan natuurlijk niet etsen, want het is al een ets. Een ding is. Maar dus dat je dit hebt aan één kant. En de andere kant gewoon echt een ets is. Met gewoon dat je relief voelt en daar een tekeningetje van maakt. Oh, op die manier. Oké, cool. Ja, ik moet zeggen, ik heb dat nog niet eerder gezien. Maar dat, je hebt allerlei verschillende manieren hoe je dit blijkbaar kunt doen. Ja. Ja, het is een hele aparte wereld. Dat is sowieso een ding. Net wat ik zeg, soms moet je je wekker zetten om iets te kunnen pre-orderen. En dan ben je alsnog te laat, ondanks dat je bereid bent om €250 voor een paar stukken plastic uit te geven, zeg maar. Ja, maar het is ook custom art, weet je? Want het zijn dat natuurlijk, is het ook. Ja, ik kan heel erg genieten van de art, de muziek, het verzamelen, wat het vertegenwoordigt, hoe je ermee om moet gaan. Ja, want dan kan je natuurlijk de eerste paar keer zit je ook lekker, soort van terwijl je het opzet, zit je even te bekijken. De tweede keer ga je zitten lezen wat er eigenlijk allemaal in staat. En, nou, dat en is een ding. Je noemt lezen. Overigens, zometeen komt die van Life is Strange voorbij. Niet omdat ik hem zo vet vind, maar om een hele andere reden. Dit is overigens, deze heb ik meegenomen, omdat dit de enige license door Nintendo vinyl is. Sick. Is ook geproduceerd in Japan en ook alleen daar te krijgen. Maar goed, dan wordt het weer geïmporteerd door retailers en zo. En dan... Maar wat is het? Het is van Animal Crossing. Oh. Dus het is ook nog eens heel passend voor hetgeen wat ik leuk vind. Oh, daar staat het inderdaad. Ja, in het Japanse natuurlijk. Maar wat is Total Kiki? Dat is de artiest die iedere zaterdag op komt treden in de game. En die heeft dan gare liedjes. En Nintendo, ongeacht of ondanks dat hun games eigenlijk... gigantisch goede muziek hebben allemaal, doen zij hier het minste mee. Zij doen... met uitzondering van deze doen ze dit niet. Het is heel Nintendo eigen om niet... om gewoon echt alleen maar hun eigen dingetje te doen. Ja, blijkbaar. Dat doen ze dus ook hiermee. En dat vind ik ergens wel heel jammer. Maar toevallig geluk dat ik Animal Crossing tof vind en dat ze daar dan wat mee hebben gedaan. Ja. Je had het toevallig over lezen. Dit wordt even lastig in beeld brengen, maar dit is er eentje van Sea of Thieves. Ja. Sowieso... Met een spotdrukje erop. Vind ik het vette artwork. Dat is één ding. In zowel voor- als achterkant. Maar daar zit dus ook inderdaad de perk bij. Dat er een heel boek aan vooraf gaat. Oh, jezus, ik dacht dat je het omhoog en dat het uit elkaar ging. Weet je, dat het dat heb je dus ook. Ja, insane, man. Bijvoorbeeld dus oh, van Ni No Kuni. Perkamentachtige staf, man. Oh nee, de buitenkant. Ja, klopt. Het is een texture die er overheen ligt. En hier heb je dan inderdaad of lyrics of een stukje over de game of een missie die uitgelegd wordt. Of
hoe muziek tot stand is gekomen. Nee, dan heb je gewoon op die manier... een nog nichere collector's edition is gewoon wat het is. Ja, klopt. Ja. En ja, je merkte ook dat deze bijvoorbeeld wel vrij snel uitverkocht raakte. Ja. Om heel veel verschillende redenen. Sowieso is het vrij uniek dat je in een soort van boekvorm met daarachter LP's, ja, dat zoiets wordt gemaakt en uitgebracht wordt. Maar ook op de LP zelf zit een leuke Easter egg. In de zin dat je aan één kant kun je iets omhoog flippen. Ja, dat bedoel ik. Daar een ga bootje. Je al. Ja, daar ga je al. Waardoor ja, je dus een rondvarend bootje hebt in de ronde weliswaar. Want dat ding draait natuurlijk rond. En je kan niet een naald erop leggen, want dan gaat hij waarschijnlijk... ja, zo, precies. Ja, dat wil niet. Dus hij stopt hier en dan blijft hij infinite spinnen, zeg maar. Nog buiten dat hij dat bootje kan raken. En dan draait hij inderdaad gewoon ja, oneindige rondjes voor zolang dat je hem aan hebt staan. En dan is dat wat het is. En op de andere staat weer een piraat met een skimmy omhoog gehouden. En die gaat dan weer achter zichzelf aan. Een soort heel van... vet. Zo zijn er hele leuke dingen heel te verzinnen vet. Met het idee van, yo, dit draait rond. En even kijken, zit ik goed? Nou, geen idee, doet het zo wel. dit is echt een onmogelijke opgave namelijk. Alle vinylgekken die worden nu lijp dat ik dit zo neerleg. Dus excuses alvast, maar goed. Dan moet ze echt niet bij mij thuiskomen. Dan gaan dan lopen ze janken voor een maand door de wereld. Ja, snap ik. Maar goed, ja, ja, dat, ja, zo ligt het bij mij namelijk gewoon. En ja, zo ligt het. Ja, nou ja, ik kan me dat ergens ook voorstellen. Want dan leg je het dus even snel op die platen spelen. Ja, dat vaker. Ja. Dus in dat opzicht, ja, een andere die ik net al noemde was die van Life is Strange. En dit is wel grappig. Ik heb niet zoveel met Life is Strange 2 en deze. Met deel 1 vond ik nog wel tof. Maar deze... is exclusief naar streamers, pers, weet ik veel wat opgestuurd. Vet. En kon je dus niet kopen. Waarom ik dit ooit heb gekregen van ze, geen fucking flauw idee. Hij is hier volgens mij ook wel eens weggegeven in een stream en zo heb ik hem wel eens voorbij zien komen. Zou kunnen. Maar misschien dit ding ging dus op een gegeven moment voor €700, omdat hij dus niet te krijgen is. Ja. En heb je ook een stukje, hè, buiten het feit dat het tof is, zit er ook wel enigszins een soort van value aan. Dit kost... Nou, wat zal het zijn? 15, 20 euro om te maken of zo. Ja. Maar is vervolgens puur door de exclusiviteit is gewoon, ja... Ja, tuurlijk. Het is een collectors item. Net zoals sneakers. Weet je, als je je klokje ervoor moet zetten om wakker te worden om het te doen... Ja. Dan kan je er een grip op innemen dat je op een gegeven moment gewoon dat het geld waard is. Net ja. Zoals bijvoorbeeld sneakers of Final Toys of, mm-hmm. Of wat dan ook. Ja, dus dat zijn echt van die dingen dat... ja, ik vind dat een heel leuk wereldje. Ik doe het niet per se omdat het op een gegeven moment meer waard wordt. Nou. Dan had ik het wel in shrinkwrap laten zitten. Want heel veel mensen willen het mint condition en weet ik veel. Ja, dat is near mint. Je kan namelijk wel voor je near mint Life is Strange... kan je misschien dan op een gegeven moment dat je denkt van... daar heb ik niet zoveel mee. Die gooi ik op Discogs, krijg ik zo meteen nog. Die ga ik even verkopen, zodat ik twee of drie andere van dit soort dingen... daarvoor terug kan doen. Want het is uiteindelijk ook een beetje handel vaak. Is het ook, ja. En ik moet zeggen, er zijn meer gekkies zoals ik... binnen nog het vinyl kopen en verzamelen... heb je dus die hele videogame vinyl toestand. En voor alle overkoepelende vinyl heb je een website die heet Discogs. En dat is eigenlijk de verzamelplek voor iemand die ooit iets met vinyl heeft gedaan. Het ziet er al ongeveer 20 jaar hetzelfde uit. Net zoals Amazon, by the way. Ik heb zelf ook wel op Discogs wat gezocht, vooral hier en daar af en toe. Ja, sick. En, en ook gekeken dat als ik een keer ergens iets op de kop... of ik had dat je dingen liggen... of ik had een keer iets uit letterlijk een fucking kringloop getrokken... dat ik dacht van, oh leuk, dit is 4 tientjes waard. Ja, daarom. Ja, nou ja, dat zijn van die leuke dingen... en zo zie je dus, nou, ik voer religieus de barcodes in van de LP's die ik binnenkrijg. Ja. En ik heb nu dan eventjes gefilterd op game soundtracks. Je krijgt dan de waarde te zien voor hoeveel die verkocht werd versus wat die nu waard is versus de laatst verkochte prijs. Plus je kunt andere mensen contacten die een bepaalde LP hebben die jij nog zoekt. Ik zoek bijvoorbeeld nog die van Nier Automata. Wordt niet meer gemaakt. Heel af en toe komt die nog ergens een keer officieel op de Square Enix Store, maar dan is die ook echt binnen 3 minuten weg. Volgens mij zag ik een GameKings kijker die je toevallig daarover had. Bij Brieven Maandag zag ik inderdaad ook iemand voorbij komen. Nou, dus, als je dit hoort, hit Kevin up als je hem wil verkopen. Ik wou net zeggen, dan zou ik daar flink wat voor over hebben. En ja, dan kom je op die manier met elkaar in contact en ben je inderdaad onderling dingen aan het uitwisselen. Op Reddit bijvoorbeeld, ook heel vaak
Dat ik in subreddits rondhang om te kijken van, yo, dit is nu eindelijk weer op voorraad. Of, oh, yo, dit wordt eindelijk weer gemaakt of verkocht. Of, zo zijn er eigenlijk heel veel verschillende kanalen en dingen waar mensen zich op verzamelen. Die dit ja, ook als hobby hebben. Hetzij alleen voor videogames, hetzij voor vinyl in het algemeen. Ja, vinyl in het algemeen is natuurlijk echt een super grote niche. Weet je? Dat, ja. En inderdaad grappig inderdaad dat videogaming dat ook is. En je dus ook weer inderdaad een bindende combo hebt. Ja. Ja, dat werkt wel heel leuk. Ik moet zeggen, ergens is het bindend. Aan de andere kant zijn mensen ook echt ruthless. Dus als zij 10 copies kunnen kopen van een LP en het vervolgens op eBay kunnen flikkeren, ja, dan zullen ze dat net zo hard doen als iemand die niet per se videogame vinyl verzamelt en die een scalper is, dat zou doen. Ja, ik bedoelde ook bindend als in de twee niches, niet mensen. Oh, zo bedoel je. Ja, ja, juist, ja. Mensen die inderdaad, als ik kijk, scalpers, die zijn er overal. Dus ook inderdaad hier uiteraard. Ja, en dat zijn echt van die dingen dat, ja, ik vind dat aan de ene kant jammer, maar tegelijkertijd begrijpelijk. En dat maakt het verzamelen des te leuker. Ja, ook. Dan als je een keer wel niet de volle scalper map ervoor betaalt, dan heb je, dan weet je ook dat van, nou, ik heb het hier goed gedaan. Mm-hmm. Weet je, dat, ja, nee, ja, dat is inderdaad nog wel een ding. Een laatste punt wat ik had is, heel veel mensen stellen er ook wel eens, zeker toen ik hiermee begon en dat het voor de eerste paar keer op stream was en zo van, doe je dit voor de audio-kwaliteit? Want heel veel mensen die gaan ervan uit dat als iets op vinyl staat, dat het automatisch ook de beste kwaliteit audio is. Nee. Op papier zou dat waar kunnen zijn als dus de nummers gemasterd zijn specifiek voor op vinyl. En als die dan ook nog eens op een goede dikte is gepressed en jouw platenspeler is ernaar en hij is clean en vrij van stofjes en dat soort dingen. Ja. Dan heb je dat aan de hand. Dan en dan is het alsnog een smaakding. Hè? Want ik hou daar ook van. Het is een mooi warm geluid. Weinig compressie, grote range. Sommige mensen houden gewoon van MP3 kwaliteit. Ja. Weet je? Dat is ook gewoon een smaakding. Ja, nou ja, is ergens zo. Ik heb wel zoiets van, joh, ik vind het een leuke bijkomstigheid dat het over het algemeen hogere kwaliteit is dan zeker Spotify, maar zeker ook Apple Music bijvoorbeeld. En in zekere zin zou je kunnen beargumenteren, ook Tidal, al is dat bijna een soort van compressieloos, ja, zeg maar. Dat, maar dat is dus inderdaad, als je dat over een, dan hoef je in principe alleen Tidal en een goed set boxjes te hebben. Ja. Dan ben je al, dan de vlak is in principe bijna inderdaad uncompressed, wat dan ook. Ten eerste is dat natuurlijk ook inderdaad een andere mastering, want dat is een digitale mastering waarschijnlijk en niet een video mastering. Ja. Dus het is ook een en skill. Ze hebben hun eigen format en dat soort dingen. Dus, ja. Ja, maar het is dus een skill om voor vinyl te masteren. En daar heb je inderdaad een soort van, misschien is je naal niet helemaal ding, misschien is er een stofje op. Dus er zijn veel meer variabelen waardoor het vrij snel al kutter kan klinken. Juist. Ja, heel erg. Ja, het is, het is op papier de best klinkende versie, maar het is ook de minst consistente versie. Ja. En dat is wel iets wat ik iedereen mee zou willen geven die zoiets heeft van, joh, lachen, ik ben geïnspireerd geraakt. Of, oh joh, ik heb nog wat LP's. Ik weet niet, op de een of andere manier wil ik ermee kloten. Ja, maar het is ook een gevoel. Als je helemaal weg bent van Beats by Dr. Dre, hoef je geen vinyl te doen, weet je? Dat als jij een soort van, ja, die ene Sennheiser, weet je, wat heb je? Dit. Als je die guy bent, dan heb je waarschijnlijk ook vinyl, omdat je dan gaat het je meer om een soort van, oh, fucking vet, man. Ja. Weet je dat? Nee, je gaat een soort van, je doet het met witte handschoentjes bewijzen van uit. Je gaat het neer, je gaat er op een beetje met je voeten op een poefje. En ga je een soort van 20 minuten naast zitten luisteren. Ja. Ja, nee, dat is inderdaad precies wat het is. En dat, ik moet zeggen, ik val iets meer in de tweede categorie. Gewoon aanzetten met de apparatuur die ik heb. Het is by no means de duurste platenspeler of wat dan ook. Het is ook niet eens degene die ik eigenlijk zou willen hebben. Die is gewoon een stuk duurder dan dat ik op dit moment zou willen en kunnen betalen. Maar ja, al die dingen zijn factoren. De naald, de platter waar het op ligt, de slipmat. Dus hoe is het gemasterd, dat soort dingen. Dus hou daar zeker rekening mee. Maar dat is ook het leuke, de inconsistentie daarvan. Ja, tuurlijk. Ja, ik vind dat ook wel lachen juist. En dat je dus echt iets in je opneemt. Ik vind dat vrij uniek. Ik probeer games tegenwoordig, nou, we hadden het daar in mijn eindejaarsinterview over. Ik hou niet meer van games spelen om maar games te spelen. Nee. Het moet iets doen. Het moet uniek zijn. Ik moet mezelf erin kunnen verliezen. Ik moet er helemaal in kunnen duiken. Bijvoorbeeld een Baldur's Gate 3. Ieder boekje lezen, ieder dialoogopties checken, ieder hoekje uitkammen. En zo ga ik tegenwoordig ook steeds meer met andere dingen om. Met films, met series, maar ook met muziek. Ja, vet. En vinyl forceert je om te luisteren en om, ja, door hoe kut het medium is,
het op een vettere manier, vind ik, te ervaren. Ja, meens. Dat in combinatie met hoe je het kunt verzamelen, hoe je het kunt neerzetten, hoe ik het kan gebruiken in de stream, hoe de artwork er over het algemeen, hoe daar moeite in wordt gestoken, vind ik heel erg tof. En dan is het ook nog eens vrij exclusief en niche, dus dat vind ik dan ook nog weer leuk. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dit tot stand is gekomen en waardoor ik zoiets had van nou, als je toch ruimte heeft voor een item, dan zou ik dit graag eens meenemen. Super vet inderdaad, ja. Zijn het, moeten het wel games zijn waarmee je wat hebt? Ja, ik heb ik zie Hogwarts liggen. Ik had het niet helemaal in jouw straatje geschaard. Ja, ik ben echt stiekem een groot Harry Potter fan, moet ik eerlijk zeggen. Dat, ja, kijk, tuurlijk. Dit is dan bijvoorbeeld die van Hogwarts Legacy. Nou, die van Dark Souls hebben we net gezien. De van Hotline Miami, Sea of Thieves. Het is gewoon zwart, geen Splattered Final. Hogwarts Legacy heeft goud. Oh, ja, je had een gouden en een zwarte variant. En dan vind ik het toch vetter. Uiteraard. Om dan zijn er minder de gouden... uiteindelijk meer, gek genoeg. Ja, het lang dat verhaal. Hoort niet. Dat nee, hoort niet. Lang verhaal. Zwart bij is deze altijd de fucking general, generic ass versie. Klopt. Maar dat, ja, dat ligt bij deze dus net even iets anders. Vanwege pre-orders die ze verneukt hadden, weet ik het wat allemaal. Ja, oké. Okay. Gek. Maar er zit inderdaad ook wel iets van een splatter in of zo. Dat, dat heeft het dan ook wel weer. Een soort van swirl, swoosh-achtig patroon. Ja. Ja, lang verhaal kort. Hogwarts Legacy ligt hier. In principe... Moet ik inderdaad de game tof vinden, wil ik een plaat ervan kopen. En eigenlijk ook nog de soundtrack moet ik vet vinden. Ja, als er al een LP van is. Sea of Thieves is bijvoorbeeld een game, die draag ik een warm hart toe. Maar ik ben helemaal geen Pirate Legend ooit geworden. En ik heb ook niet honderden uren erin gestoken. Nee, maar het is een super maar ik cute vond game dit vet, weet je, dat dit naar boven kwam. En dat er een boek bij zit. En ik vind de game kan ik erg waarderen. En de soundtrack vind ik uniek en tof. Ja. Dus heb ik zoiets van, joh, weet je, dat, maar dat vind ik dan toch om te hebben. Dan ga je ook zo, die leg je op de platen spelen. Dan ga je op het bankje zitten met je voeten op de poep. Niet altijd, maar deze leent zich daar iets minder voor. Ja. Maar zeker die van Hotline Miami bijvoorbeeld. Als je dan aan het werk bent en je zit even in een full focus mode. En je hoort een soort van die, ja, met name toch elektronische en hele bass heavy tunes. Ja, dat maakt het wel tof. En tuurlijk had ik het ook op Apple Music aan kunnen zetten, maar het is dan toch tof om er mee bezig te zijn. Dat is eigenlijk waar het een beetje vandaan is gekomen. Dus hoe we eigenlijk begonnen, zo kan ik hem ook wel afsluiten, denk ik. Nou, eerst, ik heb volgens mij heb ik thuis heb ik nog een Mafia 3 en een Bioshock. Kan ik je daarin interesseren? Nou ja, als je die van Bioshock, ik weet niet welke dat is, volgens mij heb je er eentje van deel 2. Die heb ik. Die zat namelijk in een collector's doos met een vlinder erop. Ik weet niet of dat je wat zegt. Nee, ik vond het namelijk. Het was een heel aparte. Volgens mij heet de plaat Welcome to Rapture. Oh ja, die heb ik inderdaad. Die zat dus bij deel 2. Ah, ver. Ja. Ja, en Mafia 3 zou dus bijvoorbeeld weer zo'n game zijn waar ik dan persoonlijk niks mee heb. Deel 1 en 2 wel. Maar deel 3 dan gek genoeg weer niet. Nee, maar het is een hele andere game. Maar het heeft namelijk toevallig een hele vette soundtrack. En die heb ik dan daar een keer op trip gekregen. Oh ja, juist. Nou goed, dat zou dan inderdaad iets zijn. Weer een andere randvoorwaarde. Ja. Stel je voor, ik vind de game niet tof, maar de muziek wel. Ja. Dan ga ik soms ook wel overstag en heb ik zoiets van, nou dan zeker als het niet al te duur is. Want gemiddeld kost één zo'n, zoals die van Hogwarts, die kost 4 tientjes. Oh, dat vind ik nog wel weinig voor hoe dik. Want het zijn er 2 platen, denk ik. 3. Oh, 3. Ja, maar dan vind ik 4 tientjes niet. Meestal is het inderdaad wel €20 voor een plaat, ja. Dus, ja, klopt. Ja, die van Dark Souls was volgens mij iets van 25 of zo. Bij de Bandai Namco Store zitten er dan 2 in. Oh, dat vind die... ik wel netjes ook. Ja, het is op zich vrij schappelijk. Als je het dus daadwerkelijk bij de retailer kunt kopen... om je een idee te geven, er zijn ook wel mensen die er gebruik van maken. Recent is de Cyberpunk 2077 pre-order live gegaan. Super dope. Instant uitverkocht. Heb er gelukkig wel eentje weten te fixen. Zeker. Nog niet binnen, anders had ik hem meegenomen. Maar die charge je gewoon €100 voor een triple vinyl plus een 7-inch soort van demo disc van... Die band van Johnny Silverhand. Ja, ik wil het zeggen. Maar dan weer in het echt de Refuse, de Samurai volgens mij. De Samurai inderdaad. Samurai EP van 7 inch. Wat dan weer kleiner is dan de standaard 30 centimeter. 12 inch zeg maar in... Maar die band, dat is daadwerkelijk niet Samurai. Maar de band die dat doet, is ook een bestaande Zweedse band. Oh, wat Refuse. Tof. Oh, nou, dus dat wist ik bijvoorbeeld helemaal niet. Nee, precies. Dus dan zou je ook weer wat met rechten en zo te daarom. Maken hebben. Dus. En dan merk je, nou, dan betaal je €110 voor alleen al die set... plus ook nog eens €20 shipping, want het komt ergens uit Polen of zo. Ja.
Waar CD Projekt natuurlijk gevestigd zit. Dus ergens is dat logisch. En maar volgens mij zit de grootste drukkerij van vinyl in Europa in Tsjechië ook. Dus, zoiets inderdaad. Ja, ergens wel ook in die buurt. Dus dat, ja, dat is weer de andere kant van de medaille. Soms kom je goed weg en is het niet zo heel duur. En de andere keer betaal je driedubbele van wat het eigenlijk zou moeten kosten. Maar puur voor de collector's value en de rechten en waar het vandaan komt. Ja. En nou ja, zeker betaal je daar een premium tax voor, zeg maar. Zeker. En als ik het dat waard vind, dan ga ik de wekker zetten en dan lig ik klaar. Ja, vet, echt heel cool. Er zijn een paar mooie voorbeelden ook, denk ik. En ik denk ook dat heel veel mensen dit snappen. Maar inderdaad, ik heb zoiets van... Ik hoop het, want anders dan zit ik hier echt al 40 minuten in de lucht ledige te lullen. Dan hebben ze het afgezet, dus dat maakt ook niet uit. Is ook weer zo. Ja, deze gaat met mij mijn huis. Ja. Thanks, Kevin. Later.